Goedemorgen, vanaf de markt in Hardenberg loop ik Pieterpad, 9e etappe, richting Ommen. Alleen de eerste helft, want het is al in de middag. Dus ik loop ongeveer tot ter hoogte van Diffelen, Marienberg. We kijken wel hoe ver we komen. Een gezellige winkelstraat, maar druk is het nog niet. Ook al is het dinsdagochtend tegen 12. Van de oude stadswallen is alleen dit nog over. De vecht had enorm veel kronkels, waarvan ze er op een gegeven moment 69 meanders afgeknipt hebben door te kanaliseren. Dat scheelde al met al 30 kilometer voor de scheepvaart. Ik kan je voorstellen dat het de moeite waard is. Lekker in het Vechtdal, heel groen. Het Vreginpad wisselen we in voor het Sumpelpad. Heel erg landelijk loop ik de bebouwing van Hardenberg uit. Dit is een heel nieuw stukje. De markeringen zijn gloedje nieuw, de paaltjes en de draden ook. Aan de andere kant van dit bosje, waar volgens de oude GPS-lijn de route loopt. En het was maar van korte duur, want hier kom ik weer gewoon op de oude route. Het doet mij heel erg denken aan het Reggedal bij het Marskamerpad. Dat had ook zulke paden. Misschien iets meer gras, maar ook gloedje nieuw. Reze. Nou, dit lijkt wel heel erg op Drenthe. Die S-dorpen. Brinkdorpen, oude boerderijen, prachtig. Kijk, die oude vlechtingen, de oude rietvlecht, schitterend. Dit is echt een monumentaal dorp, zeg. Vlak voor een pretpark, snel naar links. En net als je denkt, ik heb genoeg van die verharde weg, kaarsrecht, ben je opeens in de boswachterij Hardenberg. Ongelooflijk, maar daar moesten we dus oversteken, op de provinciale weg. Bizar. Goed, we hebben het overleefd. Zoals aangekondigd, hier eindig ik halverwege de etappe. Volgende keer door naar Ommen. Nu naar Marienberg, waar mijn auto staat bij het station. Bedankt voor het kijken en voor het meegenieten. Tot de volgende keer.